Heel gelukkig nieuwjaar iedereen. Ik wil jullie in deze video graag meenemen in mijn doelstellingen voor Just. Of in ieder geval een beetje kijken wat we in 2021 willen gaan beginnen. Ja, jij? Wat wil jij beginnen? Nee, niet. Wat we in 2021 willen gaan bereiken. 2020 heeft qua wedstrijden een beetje plat gelegen door de corona. In februari, maart, dus voordat de lockdown eigenlijk ging beginnen, heb ik met Just de eerste Z1 wedstrijd gereden. Dat ging eigenlijk heel goed. In de galop. Daar zit nog een beetje werk in. Dat is ook wel Just haar, een van haar beste gangen. Maar ze mist daar nog wat kracht in haar achterbenen. Aan de andere kant heb ik geen problemen ermee gehad dat we niet op wedstrijd konden. Dus dan hebben we eigenlijk heel veel door kunnen trainen. Dat we niet alleen maar proefgericht hebben kunnen trainen. Maar heel erg aan de basis hebben kunnen werken. Dus echt die kracht in de achterbenen hebben kunnen trainen. Dat betekent dat we natuurlijk een nieuwe doelstelling hebben gemaakt voor 2021. Dus we zijn nu Z1. Onze doelstelling is om het ZZ licht te behalen. Dus dat betekent dat we bevestigde wissels moeten hebben. We zijn nu net begonnen aan de training van de wissels. En dat pakt ze eigenlijk heel goed op. Omdat het achterbeen nog wat sterker moet worden, heeft ze soms achter ietsje moeite nog met de wissels, maar dat geeft niet. Daar hebben we de tijd voor om te trainen. Zodra de wissels bevestigd zijn, kunnen we daarin de overstap maken naar het Z2. En als we in het Z2 bevestigd kunnen rijden, kunnen we de overstap maken naar het ZZ licht. En het leukste zou natuurlijk zijn als we in het Z2 van de zomer misschien mee zouden kunnen doen aan de kampioenschappen. En misschien zo goed kunnen zijn dat we mee kunnen doen aan het NK. Dat is natuurlijk ons allermooiste doel. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om in onze doelstelling het management goed voor elkaar te hebben. Dat betekent de huisvesting, het voer, supplementen en het handagement. Qua voer zitten we op dit moment eigenlijk wel heel goed. We hebben in het oude jaar net de overstap gemaakt naar ander voer. Dus we zijn van het basisbix overgegaan naar het sereenbix. Dat is eigenlijk sportbix met magnesium samen. En magnesium is goed voor de opbouw van de spieren. De zadelmaker is in het najaar nog geweest, afgelopen jaar. En we hebben net de overstap gemaakt naar het stangentrendshoofdstel. Dit is het stangentrendshoofdstel van Steven Kashmir. Dus ik ben voor haar nog heel erg op zoek naar een passend hoofdstel en een bit. Dus dat is ook iets wat ik in 2021 uit wil zoeken voor Just en voor mij natuurlijk. In het eerste kwartaal van 2021 moet ook voor Just de osteopaat weer komen en de tandarts. Dus daar kunnen we jullie mooi in meenemen. Ik ga nu lekker opzadelen, dan kunnen we lekker gaan rijden. Nou, ik ben ondertussen lekker op Just geklommen. Ik heb al wat losgereden, dan kunnen we meteen lekker aan de gang. Het is, zo merk ik bij Just altijd heel belangrijk. Die is in het achterlijf soms wat wiebelig, omdat ze daar gewoon achter nog wat kracht mist. Ik kan het ook wel laten zien. Oh. Wat we natuurlijk, dat het achterbeen meer kracht nodig heeft, dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Want we zien hier eigenlijk dat ze hier nog wat te hoog in het kruis is. En hier eigenlijk nog wat te weinig bespiering heeft. Dat zit vooral nu lekker daar aan de onderkant. Dus we zijn heel veel bezig om hier en hier wat meer spieren te krijgen. Spieren ontwikkelen als we het bekken wat meer achterover kunnen laten kantelen. Dus daar zijn we op het moment veel mee bezig. En zij laat heel erg merken als ze net wat moeite daarmee heeft, dat ze dan eigenlijk achter, weet je, de kont naar buiten doet of de kont naar binnen doet. Dus het is voor mij heel belangrijk dat ik tussen mijn handen, eigenlijk met mijn teugels haar schouders goed stuur. Dus wil ik de schouders naar binnen, dan doe ik twee handen naar binnen. Wil ik de schouders naar buiten, dan doe ik twee handen naar buiten. En dan mijn zit, die wil heel erg, dus eigenlijk een beetje, in mijn gedachten zit ik hier. Dus ik moet heel erg voelen waar haar billen zijn. Om zo mooi ertussen te houden. Nou, dan begin ik na het losrijden, na het stappen. Ga ik kijken of ik alvast een beetje een snelle pas kan krijgen in het achterbeen. Goed zo, braaf meisje. Weer goed op die schouders letten. Mijn juf noemt dat altijd een stuurtje houden. Dus dat ik ze goed in de lengtebuiging hou. Dus om mijn binnenbeen, achterbeen wat begrensd en de buitenschouder ingestuurd. Dat ik daar echt in de lengtebuiging, kunnen ze daar zich eigenlijk ook het makkelijkst tot dragen nemen. En heb ik eigenlijk de meeste controle. Dus ik ga wat dieper zitten. Of in ieder geval, ik hou mijn bekken ietsje achterover. Geef wat sneller been. Misschien een keer een tikje mee. Kijk, dit doet ze dan. Vindt ze een beetje moeilijk. Dan komt ze iets omhoog. En dat is natuurlijk ook eigenlijk die rug die ze moet leren opbollen. Dus ik moet... En denk aan het achterbeen een beetje sneller. Goed zo, meisje. En de hals iets lager, zonder kort te maken. Maar dat is ook iets wat ik zelf heel moeilijk vind. Om toch de hals, de oren eigenlijk laag te houden.
de oren laag en de neus naar voren. Nou, in eerste instantie moet ik altijd even het gevoel hebben dat ik naar voren kan. En in het naar voren moet ik wat kunnen verzamelen. Maar in de verzameling moet ik altijd meteen weer naar voren toe kunnen. En ik moet opletten dat ik los in mijn bovenbeen blijf. Wat naar voren en in het naar voren kan ik weer wat terug. Maar in het terug is bijna nog belangrijker om mijn onderbeen erbij te houden. Oh, dan komt ze te hoog. Dan krijg ik eerst weer naar voren. Dat betekent dus eigenlijk dat ik het achterbeen niet voorwaarts genoeg heb. En wat ik heel fijn vind aan Just, die heeft eigenlijk altijd heel mooi de takt in de draf. Brave meisje. Een stukje licht rijden. Een rechter onderhoud. Ja, daar kantelde die. Zou ik gelijk weer even een beetje schouder voor doen. Zonder dat hij meer buigt. Dus nu ging jij eigenlijk het werk voor haar doen. Jij ging ik weet het hoor, ik doe het zelf ook. Jij ging proberen aan te galopperen. Kijk, ja prima. Dat hij nog iets uitkomt, dat zijn gewoon iets van wat je traint. Goed zo, dus dan gaan we dadelijk die overgang nog een keer opnieuw doen. Nu gaan we hem niet 100 keer opnieuw doen, want we zijn nu nog aan het losrijden. Maar dadelijk zou je ervoor kunnen kiezen om je stukje training te leggen op de overgang galop stap. Daan gaat nu gewoon een simpele wissel meenemen. Ze plaatst de schouders zo meteen naar rechts. Zitten, zitten. Buigt hem helemaal om naar links. Nou, legt ze de hulp om. Kijken wat er gebeurt. Geeft niks, geeft niks. Ja, braaf, belonen. Kijk, nu sprong hij hem 3 passen na. Dus hij sprong eerst met het voorbeen, toen moest hij even nadenken, toen kwam het achterbeen. Nou. Over een half jaar, als je dat doet, dan zouden we dat niet meer willen natuurlijk. Maar nu zijn we daar eigenlijk gewoon heel blij mee. Er ontstaat geen spanning. Alle 4 benen zijn nu in een andere galop. Zo, en zo neem je dat spelenderwijs mee. Even ietsje die rechterkant. Oplet nu, je voor jezelf voornemen dat je niet wil dat het nog rommelt aan die voorkant. Focus op de voorkant. Ja, kijk, dan zie je dat er focus op komt. En dat daar een klein beetje weerstand ontstaat. Nou, weerstand, dat er een Just en Daan even allebei denken, oké, hoe gaan we dit doen? Nou, Daan blijft keurig netjes, rustig. En legt aan haar paard uit, oké, ik wil het zo, ik wil het zo, ik wil het zo. Nou moet je ook nog even een poepje laten. Dat is ook altijd even onhandig. Goed, zo, Daan blaast zelf ook eens uit. Hallo, hallo, en dan gelijk nog een keer doen. Maak de wending maar door. Hop, hallo. Even je hallo uitleggen. Goed zo, je hallo nog een keer herhalen. Goed zo. Ja, om je linkerbeen, maar de rechterkant draaien. Goed zo. Mooie galop hoor, Daan. Kijk, ik vind dit een hele mooie grote galop. Ik zeg wel tegen Daan, als ze zelf aan het rijden is, is ze zo aan het rijden. Dan zeg ik, ja, ik vind de galop wel saai. Maar hij is wel heel mooi doorgesprongen. Kijk, goed zo. Hier zijn ze nu even een discussie aan het voeren. Dat Daan wil dat het rechteroor, hè, want die gaat nu weer een soort eigen leven leiden, erbij blijft. Maar dat ze ook om haar linkerbeen blijft. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Dus ze moet constant even schakelen en het aan haar uitleggen. En op het moment dat het goed voelt, tussendoor moet ze ook elke keer ontspannen om haar de kans te geven om dat te doen. Hè. Dus daar zie je die kleine strubbelingen, omdat Daan ontspant en Just denkt, nou, zo, de schouder oprecht is. Kom maar, rij door. Vul aan. Vul, rij naar voren. 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 En ja, doe maar. Ja, braaf. Kijk, dit was al... Nou, dit was eigenlijk al een Z1 wissel. Braaf. Hè? Z2, sorry. Sorry. Kijk, en dat is dan... Z2 is de eerste klasse waar een wissel wordt gereden. Voor een 8 moet je natuurlijk een perfecte wissel rijden. Voor een 8 of een 9. Maar als jij voor een 5,5... Hè, dus dat je denkt, nou oké, zou zo'n wissel al kunnen. Als je voor de rest al je onderdelen voor elkaar hebt en je wil in die klasse gaan proberen. Of je denkt, nou ik ben er verder helemaal klaar voor, maar die wissels zijn nog lastig en ik wil ervaring opdoen in Z2. En je hebt een wissel dat hij nog niet in één keer doorspringt, maar hij springt hem in ieder geval 1 pas na. Nou, dan sta je in ieder geval niet voor lul, weet je wel. Dus dan zeg je, nou dan kan je in ieder geval ervaring opdoen. Als je al je onderdelen voor een 8 hebt, dan kan je daar wat laten. Dus vandaar dat we dat zo zeggen. Dus als Daan de wissel zo heeft, dan gaan we dat misschien wel een keer proberen. We zijn weer klaar. Daan en Just hebben hard gewerkt. Ik vind het leuk om ze te helpen. En dat Daan er dan ook nog een soort blij van wordt natuurlijk. Hè. Maar dat zeg ik net al eigenlijk. Het is soms lastig, want je ziet zoveel en je wil alleen maar helpen. Maar soms dan komt dat, niet dat we daar ruzie over krijgen, maar dan
ontstaat er wel eens wat weerstand tussen ons allebei. Omdat we dan, als je les hebt en iemand les geeft, of als we zelf les hebben, dan is ook de instructrice er om te zeggen van, weet je, dat doe je goed en dat gaat goed en dat moet wat minder. Moet je dat op oefenen, maar om dat positief te brengen. En omdat je zussen bent en heel dag met elkaar werkt, bedoelen we het niet negatief, maar komt het wel eens een beetje negatief over. Dus daar probeer ik op te letten om het dan ook positief over te brengen. Dus ik hoop dat het iets gelukt is. Sowieso is dat het fijn als Steve even een keertje meekijkt, want je ziet altijd vanaf de grond ook weer een hoop wat ik misschien erop niet voel. En ja, dan zie je eigenlijk toch maar dat je het nooit alleen kan, want ook al heb je nog zo vaak les, is het ook wel eens fijn dat, ja, het is gewoon heel belangrijk dat iemand vanaf de grond even met je meekijkt. Ook ik heb daar echt nog heel veel aan. Nou, dit was Jessie tijdens het rijden. Ik ben heel tevreden met haar. Ze doet het hartstikke goed. Ze pakt het super goed op. Dus daar doen we lekker zo mee doorknutselen. En dan gaan we altijd één keer in de week gaan we eventjes lessen. Om daar zeker met de juf nog eventjes de puntjes op de i te zetten. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik jullie zo mee heb genomen in onze doelen voor 2021. Dus voor Just is het wat meer model krijgen, dus wat meer kracht in haar lichaam. Dat is ook heel leuk dat we nu het werken aan de hand kunnen doen. Dus daar kunnen we ook nog weer de achterhand mee trainen. Voor mezelf is het vooral nog meer vlugger in mijn benen zijn. Makkelijker in mijn zit leren te zijn. Dat ik daar nog minder het paard kan storen en nog beter in staat ben om, ja, de hulpen goed te geven. Dus om een nog betere ruiter te worden. Ik ga Just lekker afzadelen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken. Doei!